Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een keer een Primark-vlog voor jullie. Yay! Ik ben heel toevallig eigenlijk naar de Primark geweest. En ze hadden echt dit keer heel veel leuke dingen. Ik was echt heel verbaasd. Ik heb ook een tijd gehad dat ik bij de Primark totaal niet goed slaagde. Maar dit keer ging het echt fantastisch. Ik heb echt hele leuke dingen kunnen kopen. En ja, ik ga jullie laten zien wat ik zowel bij de Primark heb gekocht. Ik zal de prijzen er ook gewoon bij noemen dit keer. Dus mocht jij benieuwd zijn welke dingetjes ik zowel heb gekocht, zou ik even zeggen. Kijk gezellig mee met deze video. Ik ga even beginnen met wat ondergoed. Ik zal jullie dit verder niet laten zien met aantrekken of zo. De andere kleding wel, maar dit vind ik gewoon iets te persoonlijk. Dus vandaar dat ik dat niet doe. Ik heb hier allereerst een setje. Ik vind het altijd fijn om setjes te kopen bij de Primark. En ik moet zeggen dat de setjes de laatste tijd wel wat veranderd zijn. Maar ik heb gewoon een heel basic BH met een basic gewoon normaal broekje. Dit setje was 6 euro. En ja, ik vind de setjes van Primark heel fijn. Maar ik vind dat het de laatste tijd iets minder is geworden. Voorheen hadden ze meer qua setjes. Dus dat is deze blauwe. Kijk altijd even goed naar het broekje. Want ik heb nu gewoon een maatje S en dat past prima. Maar daar moet je wel even goed naar kijken, vind ik zelf altijd. Dan heb ik eventjes een basic BH. Dit is een t-shirt BH. Ik had even wat basic BH's nodig. Deze kostte 3 euro. En volgens mij hebben ze die gewoon standaard. Ik vond dit wel een goede. Soms vind ik het fijn om gewoon van die t-shirt BH's te dragen. En ja, ik heb er niet. Ik heb er wel een aantal, maar die zijn dan alweer een beetje. Dan zijn ze kapot. Dan komt de beugel eruit en dan ga ik ze weer maken. En dan ja, op een of andere manier lukt dat gewoon niet helemaal. Dan vliegen ze weer los. Dus ik heb een zwarte. Ik ga even helemaal in de klas, want alles is een beetje verschoven. En datzelfde setje wat ik net liet zien heb ik ook in het paars. Is verder helemaal hetzelfde. Kost ook 6 euro. De prijs is er vanaf, maar ik weet dat die 6 euro was. En het is gewoon een paars. Ik dacht een keer twee andere kleurtjes, blauw en paars. En even kijken hoor. Dan heb ik nog zo'n t-shirt BH. Die heb ik dan in het wit ook. Dus heb ik gewoon even twee kleurtjes. Ook deze kost 3 euro. En dan kan ik weer even vooruit. En dan kan ik later, altijd als ik nog eens een keer bij de Primark kom, nog eens ook wat bijhalen. Maar ik vond eerst twee voldoende. Dan heb ik ook een paar sokken. Dit zijn gewoon van die kleine sokjes. Ik vind het altijd heel erg leuk dat ze bij Primark sokken hebben met thema's. En dit keer hadden ze de Powerpuff Girls. En dit deed me gewoon denken aan vroeger. Deze kostte 3,50. Het is voor de maat 37 tot 42. En hier heb je dus Blossom, Buttercup en Bubbles. Oh, waarom laat Bubbles zich niet zien? Oh, Bubbles zit hier. En die vond ik wel gewoon heel erg leuk. Dit zijn gewoon van die kleine sokjes. En meestal als ik bij Primark kom, neem ik een paar sokken mee. Gewoon omdat ik het heel fijn vond. En ja, dit bracht gewoon jeugdsentiment bij mij naar boven. Dus ik dacht, ja hè, waarom neem ik ze niet gewoon mee voor die 2 euro of 3,50 euro? Dus superleuk. Eventjes, dat waren een beetje de basic dingen die ik sowieso dus niet kan laten zien qua passen. Dan nu door naar de echte kleding. Ze hadden heel veel sale. Dus ik heb allereerst dit hele leuke shirtje. Je zult meteen even zien hoe die staat. Hij heeft wel van die fake knoopjes voorop wat ik heel leuk vond. Je kunt hem off shoulder dragen, maar ook op je schouders. Deze was nu afgeprijsd van 8 euro naar 5 euro. Ik heb hem in een maatje M. Want ze hadden deze niet in een andere maat. Maar die zat op zich prima. Het is ook een wat shirtje, eigenlijk een beetje een crop top. Maar die kun je wel heel erg leuk combineren met bijvoorbeeld een hoge rok of een wat hogere broek. Ik ben zelf niet iemand die graag met een blote buik loopt. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Dan heb ik twee shirtjes die eigenlijk precies hetzelfde zijn, maar wel in twee andere kleuren. Dat zijn deze met een soort kant. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, want dit komt er dus zo onderuit. Als ik mijn vinger erin steek, zie je mijn vinger er dus doorheen. Dus dat is deze. En die heeft aan de achterkant heeft die een knoopje die je dus zo kunt vastmaken.
waardoor het een heel leuk rond effect geeft. Ik zal hem ook even vastmaken. Je kunt natuurlijk in de aanbeelden zien hoe het staat, maar dit is dan het effect aan de achterkant. In de aanbeelden heb ik wel een rood hemdje eronder. Het is natuurlijk leuker om het met een zwart hemdje te combineren. Of in dit geval, ik heb ook een witte die ik je zo laat zien met een wit hemdje. Maar ik kan nu gewoon een zwarte aan. Deze heb ik in de maat S. En deze was van 15 euro nu naar 7 euro gegaan. Dus die vond ik gewoon super leuk. Super leuk dat er ook zoveel korting was. Want dan kun je gewoon leuk kopen natuurlijk. Zoals ik al zei, heb ik die dus ook in het wit. Ik ben daar altijd heel erg van. In het wit eigenlijk precies hetzelfde. Alleen dan een wit kleurtje. Ook weer heel erg leuk met dat knoopje wat dicht kan. Dat is wel een beetje priegelwerk, moet ik zeggen. Dus een vrij klein knoopje. En dan heeft hij weer hetzelfde effect zoals die andere. Maar dat vond ik ook super leuk. Hier zat geen prijsje aan, want de maat was er af. Maar ik heb hem ook in 36. Dus ook een heel erg leuk shirtje. Die gewoon, wat gewoon net, ja, soms even iets luxe uitstraalt. Maar ook niet dat het ordinair wordt of zo, vind ik zelf. Ik vond het hele leuke shirtjes. Heb ik ook weer een pyjama. Ik vind deze gewoon heel erg lekker om in te slapen. Ik heb deze expres in een maatje M genomen. Omdat het gewoon met slapen wat lekkerder zit. Deze was 7 euro en er staat Barbie op. Ja, zoals jullie weten ben ik een beetje van de Barbie stijl. Ik vind dat heel erg leuk. En deze hebben ze gewoon voor volwassen maten. Zit lekker lang. Dat kun je ook zien in de aanbeelden. Maar het is gewoon lekker om in te slapen. Lekker stofje ook. Dus ik vind hem super leuk. En ik zag hem liggen en ik dacht, oh, die is echt op mijn lijf geschreven. Want ja, ik vind Barbie gewoon heel erg leuk en tijdloos. En ja, het is gewoon, ja, zoals ik al zei, ik vind het gewoon lekker om in te slapen. Dat je gewoon, ja, mag het voor mij best wel wat ruimer zitten. Dan even een heel erg basic shirtje. Dit is gewoon een grijs shirtje met een V-hals. Heel lekker stofje ook. Deze kost standaard 5,50 euro. Ik heb deze in de maat S. Er hangt een kaartje aan een S, maar in de maat staat wat anders. Maar ja, ik heb naar het kaartje gekeken, dus dat is deze. Ik vind hem zelf wel heel erg leuk en het is gewoon heel erg lekker. En dit was gewoon zo'n stofje die ik gewoon heel erg fijn vond. Dus ik dacht, nou, gewoon even leuk een basic shirtje. Kun je ook wel bij combineren. Een goede broek. En dit is een stofje wat ook wel lekker warm zit nu het wat kouder is. Dus die vond ik ook echt heel erg leuk. Dan heb ik nog de twee laatste shirtjes. Die zijn wederom hetzelfde, maar dan een ander kleurtje. Dit zijn shirtjes met een blote schouder. Ik vind dat zelf heel erg leuk staan. In de aanbeelden kun je zien dus hoe het staat. Ik heb deze in de maat XS. Deze waren nu afgeprijsd van 10 euro naar 5 euro. Ik vind ook het streeppatroontje wat erin zit super leuk. Ik denk dat het een beetje moeilijk is voor jullie om te zien, maar die zit er dus in. Echt hele leuke shirts en ook een keer totaal wat anders dan wat ik eigenlijk al heb. En die heb ik ook in het rood gekocht, want dat is ook een keer wat anders. En ja, die is eigenlijk gewoon dus precies hetzelfde als die andere, alleen deze is dan
rood. Ze zitten super lekker, hele fijne stofjes. Het zijn misschien niet speciaal wintertruitjes, maar ja, weet je, ook in het voorjaar is dit gewoon super leuk. Super leuk gewoon met die mouwtjes. Ja, ik vond het zelf gewoon super leuk. Ik vond echt dat ze nu hele leuke dingen hadden. En vooral met de Cecilia, ja, is het gewoon wat leuker kopen. Daar blijf ik ook gewoon heel eerlijk in. Dan waren dit al mijn aankoopjes van Primark. Ik moet zeggen, ik was eigenlijk op zoek naar... De laatste keer toen ik bij Primark was, had ik ook een paar hele fijne shirtjes gekocht. En ik had er eigenlijk daar een paar van bij willen hebben. Die hadden ze helaas al niet meer. Dus je kunt zien hoe het assortiment wisselt. Want wanneer was ik het de laatste keer? Volgens mij was dat eind oktober. Ja, dan kun je zien, het is nu januari, hoe snel dat eigenlijk gaat. Maar ik vond nu dat ze ook gewoon echt superleuke dingen hadden. En ik ben heel erg blij met mijn aankoopjes. Voor het ondergoed gold eigenlijk hetzelfde. Want ik had de vorige keer een heel fijn setje gekocht. Dat was een dubbel setje. En ik had eigenlijk zoiets, oh, daar wil ik er eigenlijk nog een paar van bij hebben. En ook die hadden ze niet meer. Ja, alleen nog in dezelfde kleur die ik dus al had. En daar voelde ik niks voor. En die waren nu ook afgeprijsd. Dus ja, dan zie je hoe snel het kan gaan. Maar ik vind de setjes die ik nu heb gekocht ook super leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste item vonden wat ik heb gekocht. Ik vind alles natuurlijk super leuk, anders had ik het niet gekocht. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Ja, dus ik wil je eigenlijk bij deze dan ook gewoon gelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik hoop ook dat deze video iets beter was qua kwaliteit als de vorige video. Ik doe er heel erg mijn best voor, maar het is soms een beetje lastig qua weertypes. En dat ik eigenlijk nog geen goede lamp heb waarmee ik goed licht kan creëren om te filmen. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Kan dan gewoon door op de knop te drukken van abonneren. En dan kun je ook het belletje aanzetten, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!